Wilfred Gené begrijpt maar niet waarom Gordon blijft volhouden dat de beelden van zijn valse gezang tijdens de presentatie van zijn nieuwe album slechts repetities zouden zijn. Voor de duidelijkheid, het waren de echte opnames, benadrukt de presentator in Vandaag Inside. Gordon schreeuwt moord en brand over kritiek op zijn zangkwaliteiten, terwijl hij decennialang anderen afkraakte in shows als Idols en X-Factor. De verwarring ontstaat doordat Gordon volhardt in het verhaal dat de beelden afkomstig zijn uit repetities. Wilfred Gené heeft echter contact opgenomen met Shownews, die bevestigen dat ze niet bij de repetities mochten zijn. Dus, de beelden zijn daadwerkelijk van de echte opnames. Johan Derksen voegt eraan toe dat Gordon tegenwoordig niet meer door de audities van The Voice zou komen en dat hij zelfs niet door een vooronde zou geraken. Job Knoester pleit voor bescherming van Gordon tegen zichzelf en suggereert dat mensen om hem heen moeten ingrijpen. René van der Gijp voegt een humoristische noot toe door te wijzen op de mogelijke lege theaterzalen en hoe Gorde zou denken dat het slechts repetities zijn. Roxane Kneteman oppert dat mensen in Gorde's omgeving wellicht eerlijk moeten zijn en hem vertellen dat hij zichzelf voor schut zet. Johan Derksen en Job Knoester zijn het erover eens dat Gorde mogelijk professionele hulp nodig heeft vanwege zijn reacties op alles. Wilfred noemt Gorde hypocriet, wijzend op het feit dat hij zelf interviews geeft waarin hij anderen beledigt. René voegt toe dat Gordon er zelf van lijkt te genieten om anderen te kwetsen, maar dat hij ook moet leren incasseren. Tot slot merkt René van der Gijp op dat Gordon het risico loopt om in lege theaterzalen te staan en uiteindelijk geconfronteerd te worden met de harde realiteit. Job Knoester sluit af met zijn bezorgdheid over Gordon's mentale toestand en de behoefte aan professionele hulp.